Binnen de Surinaamse gemeenschap leven er veel veronderstellingen en verkeerde opvattingen over de slavernij en het slavernijverleden. Hier wil het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden verandering inbrengen. In dit licht heeft het comité vandaag een grand comparsie of dialoog gehouden. Johan Rozer, voorzitter van het Nationaal Comité, legt uit dat na de dialoogsessie er invulling gegeven moet worden aan de agenda voor verandering van de positie van de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Maar het zal aan ons liggen om het te corrigeren. Het zal aan ons liggen om het beeld recht te trekken. Het zal aan ons liggen om de geschiedenis te herschrijven. We hebben met z'n allen de verantwoordelijkheid. Het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid of van Helmoet of van leden van het comité of de mensen van raad van advies. Nee, het is iets dat ons allen regardeert. En we moeten met z'n allen ook aan de slag om ervoor te zorgen dat wat we met elkaar afspreken, dat we dat ook tot een goed eind kunnen brengen. Want hoe kan takkie, maar zoals bekende uitspraak, taktakkie, nefur baskita, ja, maar dat we daadwerkelijk en zeker met de aanpak die we voorstaan, dat we in staat zullen zijn om uitvoering te geven aan de agenda van afspraken die we met elkaar, agenda van afspraken die we samen hebben opgesteld. Siegmien Staphorst, voorzitter van de adviescommissie van het Nationaal Comité, zegt dat de dialoog voor vandaag gevoerd wordt met leiders van Afro-Surinaamse organisaties en hun doelgroepen. In de naaste toekomst zullen er meer dialoogmomenten komen. Dialoog met onze regeringsleiders. Dialoog met degenen die de historische verantwoordelijkheden dragen voor de handel in slaafgemaakte mensen en kolonialisme. Maar ook dialoog met de andere broeders en zusters in Suriname, die ook het slachtoffer zijn geweest van het kolonialisme. Immers, de eeuwenlange koloniale overheersing en onderdrukking heeft al onze voorouders getroffen. Beslist niet op dezelfde wijze zoals sommigen willen beweren, maar wel vanuit dezelfde opvatting van de koloniale heerser dat uitbuiting en onderdrukking hun recht was. Het is ons aller taak om bij het voeren van dialoog vast te houden aan de hoofd. Staphorst legt verder uit dat na de dialoog de nazaten van de tot slaafgemaakten handvatten zullen krijgen in hoe om te gaan met het slavernijverleden. Ook benadrukt zij dat de positie van de kolonisten verbeterd en veranderd moet worden.